de zon komt er even een stukje door. Ik denk, ik ga even wat schuimpjes gooien, maar dan kom je ze ook altijd tegen. Heb ik net weer een mooie kikker. Hier, ja, mooie kikker. Ja, die was helemaal verslaafd. Die zit in die donkere put, helemaal in de kou. Ik was er eigenlijk niet op voorbereid dat ik ze tegenkwam. Zo. We zien hoe mooi. Helemaal koud is hij nog. Zo. Er zit er nog één in. Even kijken of ik hem eruit kan halen. Hier, daar komt hij. Hier, een padje. Daarom, je moet eerst. Je moet eerst eventjes de kikker doen. Want padden die doen hier nooit zo moeilijk. Ja, jongen. Ja, kom maar. Hup. In het padje. Zo. En nou worden ze wakker. Oh. Nou worden ze wakker. Zo. Nou, ben ik bijna verplicht om die twee ook nog even te doen. Altijd goed kijken. Nee. Moet je voorstellen, zeggen ze 1 op de 2000 zit er één in. 1 op de 2000. Nou ja. Met één hand is het net iets moeilijker. Zo, zaak. Nou, ik zal even verder kijken. Hup. Nou, ik denk niet dat er wat zit. Maar je weet het niet, hè? En ik ben al toch in het straatje. En het is gelukkig even lekker weer. Toen ik wegging was het wel slecht weer. Nou, het is de tweede dag dat je er een beetje zon door komt. Tweede dag. Want dan nog 2 maanden of zo is het elke dag dicht. Nou, hier zit niks. Altijd goed in de randjes kijken ook. Nee. Nee, ja, het is nog heel vroeg hoor. Het is net 9 maart. Dus eigenlijk is het veel te vroeg. Nou, hier kan wel een schuimpje in. Nou, die gooi ik er zo wel in, via dat gaatje. Hup. Zo, pak. Nou. Even kijken. Zo. Nou, hier zie ik ook niks. Maar ja, je moet altijd heel goed in die randjes kijken, want ze kunnen klimmen, jongen, die beesten. Oh. Nee, niks. En hier kan ook schuimpje in. Dus, nou, zo geert daar. Nou. Midden in de binnenstad van Zutphen, hè. Dus het jaar is weer begonnen. En die reclame van Vattenfall, ik word er doodziek van met... Dan hebben ze het over fossielvrij. Dat betekent geen bomen meer, geen bloemen meer. Dat is fossielvrij. Biologisch, ja, onlogisch. En dan zit Vattenfall te zeggen, ja, het katoen moet helemaal van de andere kant van de wereld komen. Om hier naartoe te komen met schepen. En dat is heel erg milieuverontreinigend. En ondertussen gaan ze al die bossen uit Canada met grote schepen hier naartoe brengen. Terwijl de hele bevolking is er tegen. Al die mensen staan dag en nacht te protesteren. Dat hun bossen zo worden gebiomassa. Dus Vattenfall is ons helemaal aan het misleiden. En ze zijn echt niet voor de natuur. 100% niet. Ja, ze zijn voor de transitie. Bijvoorbeeld het grondonteigening, dat is wat erachter zit. Afhankelijkheid kweken via iets wat onbetaalbaar is. En zodat ze er zelf tussen kunnen blijven zitten. Dat is de bedoeling. En dat globalisme is zo slecht. Hè. Je kunt beter in de regio produceren en in de regio. En je kunt ook niet één gebiedje tot vleesproductiegebied uitroepen terwijl het hele land verzuurt en naar de tering gaat. Dat is geen duurzaamheid. Dat is wanbeleid. Nou, ik zit alweer in mijn stoel. Ik doe dat ook hier.